Tom Hovendam, na de 1-0 thuisnederlaag tegen Eindhoven. Als ik je vraag, wat ging allemaal mis? Hoe lang zijn we dan bezig? Nou, we kunnen ook heel kort zijn hoor. Heel veel ging missen. Ja, ik denk dat het... vorige week ging er al veel mis. En ik denk dat, deze wedstrijd ook niet heel goed ging. Ja, dan ga je natuurlijk met de beste bedoelingen vandaag in. Eindhoven, redelijk laag geplaatst. Dan denk je, nou, NEC klapt er even op vanavond. Ja, dat was ook gewoon de bedoeling en die intentie hadden we ook. Alleen, misschien zitten we toch in een fase dat we het gewoon hartstikke moeilijk hebben. En dat we dan niet door kunnen drukken. Misschien een gebrek aan wat vertrouwen daarin. Een overwinning helpt daar altijd mee. Maar die ontbreekt nu eventjes. Ja, de goals ontbreken in één keer. Ja, klopt. Vorige week ook al. En als je ziet ook hoeveel kansen we creëren, dat is dan ook te weinig. Ja, maar dat was natuurlijk het gevaar van NEC. Hè. Veel scoren, ook wat iets te veel tegendoelpunten in het begin van de competitie. Ja, de tegendoelpunten gaan goed. Ja, nu de goals nog. Ja, dat was zeker de eerste wedstrijd van het seizoen. Ja. Was een ding waar we altijd konden bouwen, altijd doelpunten maken. En daar hebben we nu deze periode voor wat meer moeite mee. En dan vanaf de zijlijn lijkt de puzzel op het middenveld moet nog vallen, heb ik het idee. Deze week heb de trainer iets anders gedaan, eerste helft. Toch wat meer slot op de deur met Frank Sturing, Mart Dijkstra en mijn persoon ervoor. Toch echt drie middenvelders. Ik denk dat de eerste helft ook niet heel veel kansen hebben weggegeven. Maar het is en blijft gewoon zoeken. En wat we ook missen in het begin van de competitie, echt het geloof bij jullie in de slotfase, we gaan hier nog een goed resultaat uithalen. Ik zag het vandaag niet. Nee, ik denk dat de eerste paar wedstrijden van het seizoen dat we daar juist goed zijn weggekomen elke keer. De laatste minuten. Dus ik denk Utrecht en nog een paar wedstrijden. Ja, we hebben gewoon op het laatste 20 minuten gewoon te weinig kansen gecreëerd. Zeker dan denk je toch wel gaan drukken en Eindhoven gaat achteruit lopen. Dat is dan zo, hij viel gewoon niet goed, maar we creëren ook niks. Ja, en de hamvraag, hoe draaien we het om? Ja, we moeten gewoon met z'n allen weer de schouders eronder en misschien gewoon weer terug naar de basis. Hard werken, doen waar je goed in bent en van daaruit weer de verder barrel. Succes daarmee. Dankjewel. Trainer Jack de Gier, de laatste keer dat ik jou sprak was na Excelsior tegen NEC. Het ziet de wereld er anders uit. Ja inderdaad. Toen speelden we met goed voetbal en wonnen we de bekerwedstrijd, waardoor we een ronde verder waren. En de wedstrijd die daarna volgde was Go Ahead. Dat was ook nog een moeilijke wedstrijd, maar redelijk gespeeld. En daarna twee verliespartijen. Terwijl ik toen echt het gevoel had, het gaat nu de goede kant op met NEC. Nu komt het vertrouwen, nu gaan ze echt knallen. Ja, ik ook. En we zijn daar ook echt met een heel goed gevoel uitgekomen. En de wedstrijd van Go Ahead ook met alle vertrouwen tegemoet gezien. Prima, weet je, die wedstrijd kan je met 1-1 misschien leven achteraf als je kijkt naar het wedstrijdverloop. En er gebeuren dan wat dingen blessure van Norbert. We hebben wat Van den Berg die geblesseerd is geraakt. Dus we hebben wat andere jongens erin moeten zetten. Maar ja, die hebben bij Excelsior ook bewezen dat ze dat kunnen. Hè? Want uiteindelijk hebben we daar ook met een aantal andere spelers gespeeld. Alleen de resultaten vallen dan in twee wedstrijden tegen. En juist onze kracht was doelpunten maken en onze zwakte was het verdedigen. We verliezen twee keer met 1-0 en dan is dat extra zuur. Ja. Hoe was het gevoel deze week naar dit duel toe tegen Eindhoven? Nou, heel goed, want we hebben maandag bij elkaar gezeten. We hebben de wedstrijd van Almere geanalyseerd. Ja, dat het een onnodige nederlaag was, waar we heel veel de bal hebben gehad. Misschien niet heel veel kansen afgedwongen, maar wel wat mogelijkheden gehad hebben. Dat we vanuit de omschakeling met één goal eigenlijk de wedstrijd verliezen. In de achtste minuut daar van Soleri. En dat het onnodig is. Dan krijg je Eindhoven thuis. Dan weet je dat je volle bak moet. Je weet dat hun een bepaalde groei doormaken in resultaten. Een vervelende ploeg is, fysiek sterk en dat je 100% bij de les moet zijn. Voor mijn gevoel waren we dat wel. We hadden een moeilijk begin met wat slordigheden. Dat leverde in ieder geval, dat resulteerde in geen goed voetbal, maar geen kansen tegen. Cruciaal moment is voor mij het missen van de kans van Ennis op 1-0.
Swinkels die bal dan tot corner verwerkt. Alleen ja, de scheidsrechter is de enige in het stadion die corner niet ziet. En ja, uit dat omschakelmoment valt eigenlijk de goal. Niet direct het moment. Maar ja, het voetballen daarna. Hè. Rens die Frank inspeelt, balverlies en Van de Boom steelt de bal en schiet hem erin. Ja, en dan wordt het een moeilijke avond. Maar het was wel weer zo'n tegengoal na een moment, een incident op het veld. We hebben een paar keer gehad de afgelopen wedstrijd. Een blessuregeval waar je even een minuutje van slag rijken lijkt. Nu weer het geval. Ja weer het geval. En ja, je praat daarover. Je hebt het over de blessure van Okita tegen PSV bijvoorbeeld. Je hebt het over de laatste minuut tegen Cambuur bijvoorbeeld. Waar Rens neergeslagen wordt door die Rossi. Dit is weer een moment en dat moet eruit. En het lijkt wel alsof als die momenten zich voordoen, of dat het dan ook gelijk erin ligt. Hè? Want ja, normaal gesproken kom je nog weg met misschien alleen een kans tegen. Of dat zit er bij ons niet in. Nee, en dat lijkt me frustrerend. Dat valt ook niet op te trainen of zoiets. Nou ja, hier kan je niet op trainen in die zin van, je moet altijd kijken wat is de situatie. En vandaag, ja, als Frank die bal gewoon doorspeelt naar de zijkant, dan kan je zeggen van, nou ja, Rens moet hem niet inspelen of Frank moet hem naar de zijkant verwerken. Ja, dat zijn keuzes die de spelers maken in het veld. Dat zijn verkeerde keuzes op een moment dat een tegenstander daar volle druk op zet. Dus ja, het is vaak herkennen van, weet je. Dat hebben we tegen Jong PSV ook gehad. Als je 2-0 voor staat, 4 minuten voor rust, ja, dan mag je nooit een bal breed spelen bij de spits in de voet van de tegenpartij. Dat kan niet. Dan moet je voor zekerheid kiezen en dan moet hij gewoon even 100 meter verderop liggen. En hoe krijg je het team weer aan het voetballen de komende tijd? Want het wordt wat minder. Nou ja, maar natuurlijk, kijk, weet je, het gaat ook hier in de kopjes zitten. En de spelers die willen graag. Alleen door het wedstrijdverloop loop je achter de feiten aan. En dan, ik vond dat we de tweede helft nog wel redelijk begonnen met een aantal, vooral via de zijkant, via de rechterkant bij Okita, wat voorzetten. Hè, daar wilden we ook veel meer over aanvallen, over de rechterkant. Daar hebben we ook Jonathan in de tweede helft ten opzichte van de 22 gezet. Ja, een aantal voorzetten die voorlangs gaan, waar je net de voet niet tegen krijgt. En ja, als dat de 70e minuut duurt, ja, dan weet je dat het geloven bij de tegenpartij groeit. Ja, dat wij wat meer tegen onszelf weer gaan spelen. En dan wordt het een lastig verhaal. Zeker ook omdat de kracht van jullie in het begin was. Ja, die goals in de absolute slotfase van de wedstrijd. Ja, absoluut. En ik vond in de eindfase daarin... Dat deden we wel heel slecht, moet ik zeggen, met vrije ballen die gewoon in niemands land geschoten werden of dat soort zaken. En ja, dan zie je toch, je kan mij niet wijsmaken dat spelers die bij ons spelen dat normaal doen. Hè, want wij trainen de hele week met ze en wij hebben ze ook andere wedstrijden zien spelen. Ja, dan zal het toch mentaal moeilijk zijn om die wedstrijd nog te kunnen winnen. Het lukt ook niet om het vuurtje op te stoken in het veld. Hè? Ja, akkefietje met jou en Nascimento, waar je de bal in zijn richting schopt. Bewust of niet, in ieder geval dat wel de beoordeling van de scheidsrechter. Maar dat sloeg niet over op het team. Nee, maar goed, bij Nascimento stond een ballenjongen achter. En daar wil ik de bal aan toepassen. En, kijk, weet je, de scheids die geeft eerlijk aan mij toe in de rust dat hij het verkeerd gezien heeft. Ja, ik vond dat een cruciaal moment, omdat je staat met 1-0, je kan met 1-0 voorkomen. Hij ziet die corner over het hoofd en uit die situatie wordt het 0-1. Dus als trainer probeer je via de zijkant, dat zeg ik ook altijd tegen de jongens, iets te creëren dat in ieder geval het geloof daar weer in de ploeg komt. Alleen op het eind lukte dat gewoon niet meer. En wat voor NEC zien we volgende week, denk je? Nou ja, goed. Kijk, weet je, we zien altijd een NEC dat wil voetballen en speelt voor de overwinning. En dat hebben we voor deze drie wedstrijden hebben we dat elke week gedaan. Alleen ja, toen werd het 4-4, 2-2 en weet ik veel, allemaal wat voor uitslagen. Ja, nu is het wat minder spectaculair en valt het kwartje steeds de verkeerde kant op voor ons. En dat moeten we heel snel gaan omdraaien. Succes daarmee. Ja, dankjewel. Dankjewel. Okay.